Landend jongetjes. En samen met mevrouw hebben we de 7 heuvels gekocht. En de bedoeling is dat we hier straks een leuke gasterij, restaurant gaan runnen. Wat tevens een dagbestedingsproject is, een reïntegratieproject voor jongeren, jongvolwassenen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En eigenlijk is het al heel lang een soort droom van ons. We hebben heel lang naar een boerderij gezocht met een beetje ruimte eromheen. Maar dat werd hem niet op de een of andere manier. En totdat vorig jaar dit in één keer op ons pad kwam. Nou, ik deed al een klus voor de gemeente Oldebroek. We doen straathoekwerk met nummer 13. En van daaruit kwam ik geregeld in Wezep. Dan werken we met jongeren die in de problemen komen of in de problemen dreigen te komen. En dan kwam ik elke keer langs dit gebouw en ik denk, waarom staat het ding leeg en waarom gebeurt er niks, zo'n prachtig ding. En op die manier zijn we in gesprek komen met de makelaar en met de eigenaren. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de koop. Ja. Wat je nu ziet, hè, is de voorkant van het gebouw. We zijn nu bezig met de straat aanleggen, de parkeerplaats. En je ziet dat dat gebeurt door professionals, dus echte vakmensen. En we hebben al eigenlijk vanaf september een aantal jongens via zorginstellingen en via de sociale diensten uit de regio die daar hier dagbesteding komen doen, werkervaring op doen, in een ritme blijven, structuur krijgen. En die zo meteen op die manier ook voor het merendeel proberen weer aan het werk te komen. Of voor het eerst aan het werk zien te komen bij een baas. Je bent begonnen met een schuur. Geloof ik, of niet? Ja, dat klopt. Er stond een hele oude schuur en die hebben we van het najaar afgebroken. En omdat we ook met die jongens werken in de buitenploeg, zeg maar, ja, moet je toch een plek hebben waar je van waaruit je kan werken. En we hebben een schuur waar ze vooral met hout bezig zijn. En daarnaast is het ook kantine, zit een keukentje in. En vanuit de schuur werken ze ook op het terrein, zeg maar. We staan nu in de serre, de zijkant van het gebouw. Dit is een stukje van de restaurantzaal. En je ziet, er wordt hard gewerkt om de boel op tijd voor elkaar te krijgen. Ja, ik denk dat er geen plek is die niet aangepakt is. Muren zijn opnieuw gestuukt, er zitten nieuwe glas- en loodramen in. Je kijkt nu eigenlijk naar de bar. De bar zelf moet nog geplaatst worden, maar daar is eigenlijk alles veranderd. De hal is aangepakt, die is groter geworden. Daar zat vroeger de trap die naar de bovenverdieping ging. Nou, die hebben we er helemaal uitgesloopt. Nou, ik ben Gerke Wossenbroek en wij hebben hier vanaf maart lopen we hier. Ook, eigenlijk volop met een man of drie. Samen met Gerben Plunder heb ik hier veel gelopen. Ga lekker. ZZP'ers. Ja. Die zijn ingehuurd. Ja, dat zijn uitzonderlijk allemaal ZZP'ers. Okay. Ja. Nee, nu ben ze plint aan het zetten, want volgende week komt hier de vloer in. Gietvloer. Ja, je bent nu in het restaurant en er wordt hier keihard gewerkt aan de laatste dingetjes voor de timmerman. Er worden nog plintjes opgezet voordat de gietvloer erin komt. We hebben nog wat oude details overgehouden. Hè? De lijst boven de oude bar zit er nog in. En volgens mij de beroemde kachel. Volgens mij iedereen wel omheen gezet. Ik ben Aalt Bos en ik ben neef van de vorige eigenaren. Mijn oom Karel, oom Jan en tante Riek, die runden vroeger dit hele pand als Café de 7 Heuvels. Bij iedere wezen wel bekend. En ik woon hier nog steeds achter. Dus mijn hele jeugd heb ik hier doorgebracht samen met mijn neef Dick. En we hebben veel mooie tijden meegemaakt hier. Wat vind je ervan, Aalt? Ik ken het niet weer. Nee? Het lijkt of de zaal een keer groter is geworden omdat nu het biljart weg is. En, maar gelukkig, de glas- en loodramen zitten er nog in, weliswaar vernieuwd. De bar is weg, maar er komt iets heel moois voor in terug. En ik vind het initiatief wat die mensen hier doen, vind ik grandioos. Wat vind je wel terug? En wat ik terug vind? Nou, dat is zo hier de oude kachel. De oude kachel die staat er gelukkig nog en die blijft er ook staan. Met het randje eromheen.
En de zaal is verder zo gebleven. En dat zou voor een heleboel oud-wezenpers ook wel echt leuk zijn om dit weer te zien. Ik heb een prachtige nieuwe ingang wordt er gemaakt, ook weer met glas in lood. En ik vind het fantastisch het initiatief wat nu gedaan wordt. Het enige wat nog van de oude situatie buiten over is, is de oude kippenschuur. En daar zitten nu inmiddels weer parelhoenden in, maar die krijgen ongetwijfeld ook nog een nieuw onderkomen. Ja, ik ben echt blij mee. Eindelijk weer een nieuw leven in de brouwerij. Het heeft lang geduurd, maar gelukkig is het toch zover dat het nu zover is. Dus. We zijn hier in de bedrijfskeuken van de Zeven Heuvels. En zoals je ziet, die wordt eigenlijk helemaal vernieuwd. Het oude is eruit, hè. Dat voldoet niet meer aan de eisen die ze tegenwoordig stellen. Maar je ziet, de muren zijn betegeld, er is een nieuw plafondetje in. Er staan al een paar apparaten. De schilder is aan het werk, dus Els en Jorrit. Dat zijn ook de horecamensen straks. Dus die gaat Wezep zeker zien en tegenkomen. Dus dat is mijn vrouw en Jorrit is mijn dochter. Ja, je staat nu in de hal en dan kijk je naar de voordeur. Vanaf de binnenkant. En als het goed is, moet hij straks heel vaak open. Nou ja, dan wordt het hier gezellig. Hè? En dan kunnen wezens elkaar weer ontmoeten. En dan verdien ik er ook nog iets aan. Dan hebben we het samen goed. Je loopt nu vanuit de zaal loop je het kantoor in. Dit is eigenlijk personeelsruimte voor straks. En hier zal ook een stukje, moet ik zeggen, kastruimte voor de keuken, voor het restaurant zijn. En van hieruit hebben we ook weer toegang tot het terras aan de achterkant. Wanneer we een feestje of iets dergelijks hebben, of wanneer mensen misschien wel een besloten feestje willen. De buitenkant wordt nog geschilderd, dus we wachten met smart op een week mooi weer. Hier is alles wel mooi op de rug. Ja, dat is gisteren. Ja, Jan, ik sta nu op de ingang bij de schuur, zeg maar. En dan zie je aan beide kanten de zwarte grond. Die is er gisteren opgebracht en daar komt eigenlijk een boomgaatje. Er komen wat fruitboompjes. Dus straks hebben we eigen fruit voor de appeltaart, zeg maar. Nou ja, je bent nu in de werkplaats achter de Zeven Heuvels. En hier wordt op dit moment gewerkt aan de tafelbladen. En die tafelbladen, die moeten straks het restaurant in. En die jongens doen het goed? Die jongens doen het perfect. Je ziet, je ligt al een hele stapel te wachten op de bijts. En het zijn allemaal tafels, dezelfde afmeting, maar het binnenwerk is allemaal anders, verschillend. Dat is ook het leuke, het creatieve. En dat is ook wat jongens zelf bedenken. Zo, dat mag. Dat mag, dat kan. Eigen inbreng wordt gewaardeerd. Ja, tekening technisch. Er worden zelfs 3D-tekeningen van gemaakt, zo. Want een van de jongens die is zeer vaardig op de computer. Dus die werkt dat helemaal uit en dan wordt het gebouwd. Wat zijn dit? En hier liggen, behalve de tekening van het terrein, liggen de luiken. Vroeger zaten er aan het gebouw ook luiken, maar die waren niet zo heel best meer. Dus de ploeg heeft ook nieuwe luiken gemaakt die straks weer rond het gebouw komen. Nou ja, we staan nu achter de werkplaats. Hè? Dan zie je een weilandje. Dat is ook met de buitenploeg omrasterd, zeg maar. En helemaal achter in het hoekje zie je het stalletje wat ze samen gebouwd hebben. Dus, en je ziet ook geen schapen te vinden nu het regent. Want die staan allemaal mooi onder de afdak. En de kippen zitten daar binnen. En je ziet ook een prachtig landhek. Ja, dat is ook door de jongens samengemaakt. Ja, is die zelf gemaakt, joh? Dat is zelf gemaakt. Wat we proberen is, zeker met de jongens vanuit de sociale dienst, is dat ze weer zoveel ritme en zelfvertrouwen, ervaring opdoen, dat ze uiteindelijk gewoon weer in een betaalde baan terechtkomen. En dat zal niet hier zijn, dat is meestal op een andere plek. En nu, op dit moment, hebben we eigenlijk alleen maar jongens. Misschien ook wel een beetje logisch, omdat we eigenlijk alleen nog maar met de buitenploeg begonnen zijn. Maar straks, dan gaat natuurlijk de horeca draaien. Ja, dan zullen er ook meiden bij komen.